Daar zijn we weer met een nieuwe update video. Ja, het is ongeveer nu bijna dik 2 maanden geleden dat wij een update video maakten. Ja. Ja. En waar ging die video over? Weet je dat nog uit je hoofd ongeveer? Nou, we zouden gaan scheiden. Ja, daar. Daar. Ja. Nee, de camera is daar. Dus ja, we zouden gaan kijken of niet soms. Ja, af en toe. Ja, dat mag. Wij zouden gaan scheiden. Nou, ja. Dus dat gaat nog steeds gebeuren. Ja. Dat is nog helemaal helemaal in de werking. Ja, allemaal in de werking. Papieren zijn op orde, et cetera. Ja. En ja, dat mag jij verder vertellen. Nou ja, jullie weten nog steeds dat ik zwanger ben. Ja, zwanger. En wat het wordt weten we nog steeds niet. Nee. En hoeveel weken ik zwanger ben, dat ga ik ook nog niet aan de grote klok hangen. Maar zwanger ben ik zeker. Ja. Minder dan 2 jaar. Dus dat ja, haha, grappig. Grappig. Maar eventjes ja, een nieuwe update video. Jullie wisten dat ik dus een nieuwe vriend had. Dat is ook helaas uit. Hij voelde toch meer voor zijn ex-vriendin. Nou weet je, dat kan gebeuren. We zijn wel als goede vrienden uit elkaar gegaan. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar wij zouden ook eigenlijk gewoon uit elkaar gaan. En ja, nou dat gaan we nog steeds. Maar we blijven nog wel gezellig samen. Ja, dus Ro die is geen biologische vader. Maar Ro die wordt dus wel papa. Ja, ja. Voor zover dat mogelijk is. Ja, dat dus. Dus ja. Dus het blijft eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde. Alleen ja, we gaan scheiden. Ook omdat ik wil gewoon proberen dat de biologische vader namelijk alimentatie gaat betalen. En als wij dus getrouwd blijven, dan belastingtechnisch kan het allemaal nog niet. Dus dat hebben we allemaal uitgezocht. Dus daarom ook inderdaad het scheiden. En dat wouden we eigenlijk al heel lang doen, het scheiden. Ja, in verband ook en met de belastingdienst. En omdat ja. Ro geen zorgtoeslag meer krijgt, ik niet. Ik word overal opgekort omdat ik dus een uitkering heb. Ga zo maar door. Dus allemaal belastingtechnisch, financieel gezien, is het gewoon ook voordeliger om gewoon te gaan scheiden. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Heb jij er nog wat aan toe te voegen of niet er wat aan toe te voegen? Voor degenen die een koophuis hebben, ga in het huis van je buurman zitten en het buurman in jouw huis en verhuur het aan elkaar. Ja. Dan heb je inkomsten uit huur, maar die kan je weer aftrekken voor een deel, omdat je dus inkomsten hebt, uitgaven aan huur. En belastingtechnisch is dat voordeliger. Ja. Belastingtip van de Roderick. Helemaal goed. Ja, dat dus. Nee, maar wij houden ontiegelijk veel van elkaar. Daarna zijn we ook achtergekomen. Ook, ja, mensen maken fouten, ja. En natuurlijk hou ik nog wel van mijn oude vriend. Maar het is meer vriendschappelijk. Zo, komt niet uit. Maar oké, dat maakt niet uit. Maar ja, weet je, het is gewoon een vriendschappelijke relatie met Ro. Ja, dat is gewoon echt houden van. Daar zijn we echt wel achter gekomen. Dat denk ik wel. Ja. Anders zou ik niet hebben teruggenomen, zeg maar. Nee, maar ja, dus, ja, daarin zeg ik al, elk huisje heeft kruisje. Ja, en houden van, dat heeft heel veel verschillende vormen. Je houdt ook van kip bijvoorbeeld. Ja. Mensen die van kip houden, van pindakaas kan je houden. Ja, lekker. Je kan van je ouders houden, nou, ja, dat et cetera. Het is niet echt houden van, maar je vindt het gewoon lekker. Het is niet van, oh ja, maar ik hou van kip. Ja, maar daar hou ik ook wel van, maar het is niet echt van ik omarm het omdat ik ervan hou. Ja, oké, ja. Maar ik vind het gewoon lekker, daar hou ik van. Ja, okay. En ik hou gewoon omdat ik het lekker vind. Ja, oké. Maar het houden van echt... Een kleine bekentenis aan jou. Ik heb van 1 kip gehouden, die was bij mijn zus, die had kleine kuikentjes. Ja. En dat is een hele speciale relatie. Want die kwam naar mij toe van, wat wil je? En die kuikentjes zat in de problemen, even uitgebreid uitgelegd. Ja. Dus ik eventjes achter een hek vandaag gehad en terug naar moederkip. Dus dan moet je heel laag blijven. Ja. En sindsdien heb ik een beetje korreltjes kippenvoer laag neergelegd, et cetera. En sindsdien komt die kip altijd naar mij toe, aanlopen, kop helemaal schuin van, waar zijn mijn korreltjes? Ja, precies. Nee, maar net zoals bij Gio zijn en zijn eenden. Zo, ja, daar houdt hij ook van. Ja, en als ze dood zijn, nou, dan ga je ze begraven, niet opeten. Nee, precies. Nee, maar gewoon, ja, wat we al zeggen van, ja, wij zijn toch naar elkaar toe gegroeid. En dat zeg ik, elk huisje heeft zijn kruisje. En gaat een huwelijk perfect? Nou, sorry, maar elk huwelijk gaat niet perfect. Nee. Dat gaat niet. En ja, ik heb ook niet zo'n hele perfecte jeugd gehad. Ja, en dat zie je ook gewoon in mijn omgang naar mijn relaties. Maar gelukkig blijf ik wel bij deze vent. Dus ja, en dat zal ook wel weer heel veel mensen raar opkijken. Net zoals mijn familie. Ik had deze maand heb ik dus namelijk een soort van eventjes bij mama een leuke verjaardags/zwangerschaps gevierd. En mama is dus laatst bij familie geweest. En die hadden ze echt zoiets van, ja, maar we staan niet achter elkaar in haar keuze. Ze had het beter weg kunnen halen. Nou, zo ben ik niet. Ik ga niet mijn kind wat in mij groeit vermoorden. Want zo zie ik het wel. En zo ziet mama het. En zo zie je wel weer wie echt familie zijn. En wie ook gewoon echt achter je staat. Die familieleden staan dus niet achter me. En ik heb echt iets van, nou, ik geef ze gewoon een maand de tijd om uit mijn Facebook te pleuren. En gewoon van mijn hele sociale media, internet, gewoon Twitter, weet ik veel waar ze op staan. En zo niet, dan pleur ik ze er gewoon binnenkort uit. Dus ook hun zullen deze video waarschijnlijk zien. Daar heb ik scheid aan, want ik sta echt mega sterk in mijn schoenen. Wat ik eigenlijk in die tijd voor mijn zwangerschap niet heb gedaan. Wel sterk, maar niet zo sterk wat ik nu doe. Ik blijf rustig. Ik ben heel anders. Dat heeft Ro ook al een paar keer gezegd. En net zoals laatst, ik had bezoek en die was zo delegerend naar mij. En ik had echt zoiets van, oké, weet je, jij gaat lekker met Ro even dingen regelen. Ja. Ik ga nu weg en zoek het uit. Ik heb het ook tegen mijn begeleider gezegd hoe ik erover dacht. En die zei ook van, dan heb je dat heel goed verwoord, maar dat doe je helemaal goed. En ook, het wordt ook zwaarder voor mij. Ik heb aanstaande donderdag heb ik een intake voor een therapie. Wat voor therapie laat ik eventjes in het midden. Ik weet wel dat het mega zwaar gaat worden. Ja. Dus ik weet dan ook niet hoeveel ik dan weer ga vloggen. Dus dat hou ik ook weer eventjes in het midden. Ik probeer nog wel steeds elke vrijdag, zaterdag en zondag een video online te knallen. Mijn banner wordt ook veranderd door mama. Dus een shout-out naar mama. Van mij ook een. Dank je, mam. Dus dat en dat doet mama ook allemaal achter de schermen. Net zoals editen, daar heb ik echt gewoon geen energie voor. Net zoals vandaag is Ro aan het rijden, want ik heb vandaag zo geen energie om auto te gaan rijden. Ik heb ook geen zin om een ongeluk te krijgen met die kleine in de buik. Die kleine begint ook steeds meer te bewegen in de buik. Dus ja, weet je, dan heb ik echt iets van, ik wil gewoon lekker kijken hoe Ro rijdt. Af en toe een beetje, jij moet even inhalen. Nou, en dan, achteraf vindt Ro het wel leuk hoor, dat ik het doe. Maar soms kan hij wel mijn bloed drinken van elkaar. Hou alsjeblieft je bek en laat me rijden. En wie rijdt er nou? Ja, jij. Wie rijdt er? Jij of ik? Ja, dat dus. Maar voor de rest, ja, wij gaan ook steeds sterker worden, denk ik zo. Ja, zou kunnen, ja. Ja. Jij bent what doesn't kill you makes you stronger, zeggen ze altijd. Ja, waar je niet aan dood gaat, daar word je sterker van. Mm-hmm. Klopt? Ja. Als je dood gaat, dan word je nooit sterker meer. Dus dat schiet niet op. Mm-hmm. Dus ja. In een bepaald land rijden ze auto zonder gordel. Ik denk, gaat het allemaal prima? Nou, degene waar het niet prima gaat, die doet maar één keer en daarna nooit weer. Dus iedereen kan daar zonder gordel rijden. Ja, dat valt op. Ja, ja, want er zijn ook heel veel mensen in mijn omgeving die zeggen van ja, maar je moet rustiger rijden. Nou, als ik overdag 120, 130 rijd en ik rij gewoon met dat verkeer mee. S'avonds is het ook 120 en 130. Wat is het verschil tussen overdag en 's avonds? Helemaal niks. Kijk, rij je nou 200 op de Nederlandse snelweg? Ja, dan zou ik het begrijpen. Maar in Duitsland, laatst, daar was mama ook bij, reed ik ook 200 en met een politiebus achter me. In Duitsland, doe je de Nederlandse wet. Dag, het mag. Nederlandse politieauto. Ja, een Nederlandse politiebus, ja. Ja, nou sorry, maar dan rijd ik gewoon even, omdat dat kan, rijd ik gewoon eventjes 200. Weet je, gewoon eventjes, even blazen en daarna weer normaal. Maar er zijn zoveel mensen, ja, maar je moet normaal rijden. Hey, als ik nu, hoe ik reed voordat ik niet wist dat ik zwanger was. En ik zeg maar, bijvoorbeeld, je reed 150 overdag en je gaat nu in één keer naar 90, 100 rijden. Dat gaat die kleine in je buik ook merken, het rijdt niet meer lekker. En als die kleine weer er is en je rijdt weer harder, dan wordt het wagenziek. Het kan wagenziek worden. En dan kan je beter gewoon op de normale manier rijden zoals je altijd doet. Nou, dat doe ik ook, weet je, want die kleine die vindt het heerlijk hoe ik rijd. Het merkt ook gewoon hoe Ro rijdt. Nou, je kan beter gewoon Gewoon lekker achter het verkeer aan, dat heb je nu ook vandaag wel. Met verkeer meerijden, ja, je eigen rijstijl handhaven. Ja, dat ook wel. Maar... waar kan en kan. Dan kan het niet, dan kan het niet. Nee, gewoon pas je aan het verkeer, hou je eigen rijstijl. Ja. Rijd je agressief, dan mag dat. Liever niet natuurlijk. Nee. Maar... neem de rotonde netjes zoals het aangegeven staat, niet de verkeerde kant op. Net zoals gisteren op, de video, van de politie achtervolgen. Ja. Okay. We gaan hier de rotonde linksaf. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat dus, maar dat zeg ik, het is een leuke, gewoon eventjes een update video. We gaan inderdaad gewoon scheiden, maar het is gewoon puur financieel, technisch en alles. Maar we blijven gewoon bij elkaar. Alleen ik mag Roderick dus niet meer van zijn werk in zijn uniform filmen. Nee, sorry! Mag toch al niet. Maar... mocht toch al niet. Maar... ja goed, ik doe er een jas overheen, maar onder het schemert iets tussendoor. Ja, dan kan je zien dat er een bepaald logo op staat. Dat willen we liever niet. Nee, en als dat wel gebeurt, dan zullen we daar wat meer rekening mee houden. Dus dat komt helemaal goed. Dus, zullen alle beveiligingslogo's erop zetten, maar valt het niet meer op. Ja, dat is. Dus ja, bij deze willen jullie even weer bedanken voor het kijken naar deze update video. Hebben jullie vragen? De reacties gaan binnenkort weer aan. Ja. Omdat ik ook wel weer wat meer rust in mijn hoofd heb. Maar heb ik zoiets van, hé, het zit me even niet, ik wil weer even rust. Dan gaan gewoon de reacties gewoon weer uit. Dus eventjes ook dat even ter info. De reacties gaan aan en uit wanneer wij dat willen. En ook eventjes dat zeggende hebben. Als die kleine er is, die kleine komt niet in beeld. Dat wil ik niet. Komt het wel in beeld, of het wordt gewoon wazig, het hele beeld, of het wordt eruit geknipt. Of een maskertje. Of gewoon een vlinder, of gewoon een emoticon eroverheen. Maar het gaat niet zoals bij andere YouTubers in beeld komen, zoals bij anderen. Dat willen we gewoon echt niet, want dat heeft er niet voor gekozen om namelijk in beeld te komen. Dus wij moeten daar ook omheen gaan filmen straks. Ja. Ik wil het wel gewoon op beeld hebben dat het... voor jezelf eigenlijk. Voor mezelf. Eigenlijk mag het niet gefilmd worden in het ziekenhuis, maar ik ga daar wel een hele hoge uitzondering voor vragen. Ja. Maar ik weet niet of ik daar iets van deel, misschien alleen maar qua beelden wat ik zelf zie. En dat ik dan daar met jou op terug kan kijken. Ja. En dan gewoon een praatvideo erover kan gaan maken. Ja. Maar ik ga niet mijn hele bevalling op en op internet zetten. Dat ga ik ook zeker niet doen. Nee. Voor nu, ik denk daar nu zo over. Ja, dat je er straks anders over denkt. Ja. En degene die jou toch nog willen reageren, ja, die kunnen naar ons mailadres mailen, toch? Ja, karinrod@gmail.com. Ja. En anders is het noreply@nowhere.com. Ja, haha, grappig op van hem. Ja. Maar bij deze wil ik jullie inderdaad, wat ik dus net al zei, bedanken voor het kijken naar deze update video. Doe sowieso een duimpje omhoog. Abonneer even als je niks wil missen van de zwangerschap van deze kleine. Want wij zijn zeker ook bezig met dingen aan het filmen, achter de schermen, wat er allemaal gebeurt. En dan wil ik jullie gewoon hartelijk bedanken en graag tot de volgende. Bye bye.